rete spannend, vonden jullie het zelf ook niet. Iedereen die de track heeft lopen volgen, die zegt alleen maar van, wil je dat nooit meer doen? Dus ja, we wisten het echt pas de laatste paar uur eigenlijk, dat we een kansje hadden. Maar we moesten erin blijven geloven. Marcel van Triest, onze weerman, een of andere Nederlander in het Dongfong-team, die zei, langs de Wadden, in het begin ziet het er niet zo goed uit. Je moet 7 mijl langer varen. Maar het gaat aan het eind gaat het betalen. En ja, dat heeft het gedaan. Wanneer wist je dit gaan winnen? Ongeveer 10 mijl voor het einde. Dan zie je, kwam de helikopter naar ons toe. Die bleef heel lang bij ons hangen. En toen dachten ze, ja, is het goed of slecht nieuws? Want we hadden de anderen nog niet gezien. Nee. En toen ging de helikopter weg. En toen dachten we moeten even kijken waar die naartoe gaat. En toen ging die dus in die richting. En toen keken we door de verrekijkers en toen zagen we ze. En ja, toen dan kon je een beetje zien dat je, wij voerden de echte koers naar de finish toe. En die anderen moesten allemaal nog grijpen. En dan was een betere koers voor ons. En dan geef je elkaar al een beetje een schouderklopje met nog 7 mijl te gaan en zo. Maar je houdt het natuurlijk een beetje gedijs. Je weet maar nooit. Je moet het echt over die finish gaan om het te geloven. Ja. Ja. De eerste vrouw die de Volvo Ocean Race wint. Ja, cool hè. Ja, maar weet je, dat was een doel vanaf het begin. Was de Volvo Ocean Race winnen. En het is super gaaf dat je kan zeggen dat je de eerste vrouw bent. Samen met Marie Rieu, de Française. Ja, ja. Samen gedaan. We liepen ook echt allebei van wie gaat als het verst voor op de punt van de boot. Om te zien wie dan echt als eerste de finish over gaat. Toen deden we als grap. Maar weet je, we hebben het als team gedaan. En toen Charles mij belde een jaar geleden, van anderhalf jaar geleden, van wil je met ons varen, dan ik heb nooit getwijfeld. Weet je, we hebben heel moeilijke tijden gehad. Iedereen heeft moeilijke tijden, maar we hebben nooit getwijfeld dat we dit konden doen. En ik heb altijd in Charles geloofd. En ja, het is, weet je, bij ons is vanaf het begin al geen verschil tussen man of vrouw. Weet je, ik heb het altijd blijven zeggen. Of je nou Chinees, Nederlander, Fransman, of je nou jong of oud bent. Weet je, het maakt allemaal niet uit. We doen het samen en als Dongfong Race Team. En het is gelukt.